Als iedereen een schort voor heeft en een penseel in de hand, kan het echte werk op deze dinsdagochtend beginnen. Nou, we leren de kinderen schilderen. Ik heb ze uitleg gegeven over graffiti en over schilderijen, gewoon zoals ze in het museum hangen. En het verschil daartussen. En als project hebben we ze allemaal een doek gegeven en gaan ze hun eigen kunstwerk maken. De kinderen gaan dus niet zomaar aan de slag. Ze hebben de nodige achtergrondinformatie gekregen. Ja, het ging over graffiti en het was heel erg leuk. En wat is dat precies, graffiti? Ja, graffiti komt uit Amerika en het is dus heel leuk om te doen. En in Amerika komen heel veel graffiti jongens die dat doen dus. De leerlingen hebben eerst zelf een ontwerp gemaakt. Een schets met daarop hun naam, oftewel een tag, zoals het in de wereld van graffiti wordt genoemd. Maar als groot kunstenaar is het wel lastig om te werken op een klein paneel. Ik heb mijn naam eigenlijk nog langer, maar ik heb gewoon mijn halve naam gedaan, want het past anders niet op mijn bord. Het is niet verplicht om je eigen naam voor de eeuwigheid vast te leggen. Sommige kinderen hebben gekozen voor die van hun vriendje of van hun moeder. Omdat ze bijna jarig is. En ze heet Nicole? Ja. En wat ben je precies aan het maken? Kun je dat uitleggen? Gezichtjes en zo. Bart kijkt vooral toe en geeft hier en daar wat tips. Zelf is hij al jaren bezig met kunst in allerlei vormen. Hij begon met graffiti, maar nam kort geleden ook het doek onder handen. Op dit moment is in Café Merch een expositie van hem te zien. Maar ook in de open lucht kun je zijn werk tegenkomen. Vorig jaar voorzag hij een aantal muren van een kleurtje, samen met stadsdichter Marieke van Leeuwen. Bart vindt het belangrijk om ook kinderen enthousiast te maken voor kunst, ook al zijn ze nog maar een jaar of 7. Ja, ik denk zelf dat hoe vroeger ze beginnen, hoe beter. Ik heb twee neefjes, die zijn 3 en 5. En die zijn ook al volop aan het schilderen, dus je kan niet vroeg genoeg beginnen. Al het werk van deze kunstenaars wordt in de school tentoongesteld. Familie en vrienden mogen komen kijken. En daarom wordt er extra hard gewerkt. Maar niet te snel, want kunstenaars kun je nu eenmaal niet opjagen. Thijs, volgens mij was je toch aan het schilderen? Ja, ik ben al klaar. Bijna. Ik moet alleen straks nog de achtergrond maken. En nu moet de verf drogen? Ja. En wat heb je precies gemaakt? Een mooi veldje. Met bloemen en boom. Nou, ik denk zeker dat er wat van blijft hangen. Ik hoop het ook. Een aantal zeiden al dat ze dit vaker gingen proberen. En wie weet komen er een aantal echte kunstenaars uit.